We hebben allemaal wel eens een moment waarop we snel energie nodig hebben. Of het is om snel uit ons bed te komen, omdat we toch ons verslapen hebben, desondanks dat jullie naar mijn filmpjes hebben gekeken met allemaal tips hoe je dat moet doen. Of je moet lang doorwerken, of je moet overwerken, of je moet studeren. Of ja, het is gewoon een dag met een staartje aan wat energie vraagt. Wel, de meeste van ons grijpen dan naar de zogenaamde energiedrankjes of sportdrankjes. En als gezondheidscoach kan ik jullie zeggen, er zijn betere en gezonde. Die sportdrankjes zitten namelijk chockvol ongezond spul en vooral vaak veel suikers. En dan heb je steeds meer nodig of je gaat er uiteindelijk uitzien als een soort van kogeltje op pootjes. Ik vind dit soort drankjes veel beter voor de gezondheid. Waarom? Ze laten je lever geen overuren draaien en je hebt er geen suikerdips van, waardoor je weer meer moet gaan drinken en wup, 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 dan gaat je bloedsuikerspiegel hele rare dingen doen. Als je het hebt over energiedrankjes, dan heb je het vaak over hypertoon, isotoon en hypotoon. Come again? Ik leg het uit. Die drie heeft ons lichaam nodig om extra vocht op te nemen en extra energie, zodat ons lichaam en ons brein optimaal kunnen blijven functioneren. Hypotoon is de oplossing als je vocht nodig hebt. Want hypotoon wil eigenlijk zeggen dat er weinig deeltjes in zitten. Minder deeltjes, minder vitamine en mineralen dan in ons eigen lichaamsvocht. Daardoor nemen we het makkelijk op. Hypotoon is dus veel hydratatie, maar weinig energie, want weinig vitamine en mineralen. Isotoon bevat ongeveer evenveel of misschien zelfs iets meer deeltjes, mineralen en vitamine dan ons eigen lichaamsvocht. Dat wil zeggen dat het ons en veel energie geeft en ons lichaam hydrateert. Waarom? Ons lichaam herkent het eigenlijk bijna als lichaams-eigen. Dat is bijvoorbeeld zo met kokoswater. Dat is echt isotoon. En dan zijn er de hypertone drankjes. Die bevatten veel meer deeltjes of veel meer vitamine en mineralen dan er in ons lichaamsvocht zitten. Dat wil zeggen dat het een boost van energie geeft, maar niet zoveel vocht toevoegt. Feit is ook dat dit soort drankjes veel trager worden opgenomen. Je moet ze dus een half uur voor het sporten gaan drinken. En dan heb je een drankje met de drie eigenschappen. Hypotoon, hypertoon en isotoon, oftewel een gezonde prestatiedrank op basis van cacao, groene thee en koffie. En die drie geven op een natuurlijke manier een ongelooflijke boost, waardoor je dus beter kunt presteren. Dus de gezonde sport- en prestatiedrankjes zijn beter? Jaha, er zit kokosbloesemsuiker in, wat sowieso een traag opneembare suiker is, dus die geeft langer energie. En dan is er de cacao. Cacao zorgt voor een langere uithouding en betere prestatie. Dat komt doordat er heel veel antioxidanten en flavonoïden in zitten. Wetenschappers zijn het erover eens dat je uithouding met maar liefst 30% stijgt als je een drankje drinkt met cacao. Die antioxidanten in de cacao zorgen er ook voor dat je cellen gezond blijven. En wakker blijven ze door middel van de cafeïne en de guarana. De guarana zorgt ervoor dat de cafeïne zachtjes wordt opgenomen en zal dus vermijden dat er energieschommelingen zijn. Daarnaast gaat de guarana ook de bijnier stimuleren, waardoor er adrenaline wordt aangemaakt en je vermoeidheid snel verdwijnt. Ook helpt het om het melkzuur dat zich opbouwt sneller af te breken, waardoor je weer meer en sneller energie hebt om te presteren. Het is niet voor niks dat Brazilië veel topsporters aflevert, want daar komt die guarana vandaan. De Indianen hebben dat trouwens ontdekt. Verder is guarana ook uitstekend om je libido een duwtje te geven. Het stimuleert namelijk de prostaat, het zorgt ervoor dat het lichaam beter doorbloedt en het geeft meer zin. Dus ook daar kan een prestatiedrankje wel eens helpen. Als je zegt, hormonale schommelingen, we zijn een beetje moe. Wel, een prestatiedrank met guarana wil dan wel eens helpen. Heb je soms problemen bij het concentreren? Wel, het stimuleert ook je hersenen. Het geeft je een betere herinnering, een betere concentratie. Dus het is eigenlijk ook het ideale spul voor de student. We houden dan even dat libido terzijde. Oké, we zijn er dus het over eens.
dat dit soort prestatiedrankjes wonderen kunnen doen voor je lichaam en je geest. Je kan er een latte mee maken, een café mee maken, maar je kan er ook heerlijke chocomousse mee maken. En die ga ik nu voor jullie klaarmaken. Het enige wat je nodig hebt is 2,5 lepel chiazaad. Super, hè? Goede omega-3 en goede omega-6 in juiste balans. Ik ga dit klaarmaken met de cacao café Ethiopia, want er zitten zo nog kleine stukjes pure chocola in en die geven een extra crunch. En ik heb 125 milliliter amandelmelk. Dit is voor de topping. Dus 1 liter. 1. Roeren. En dan de melk erbij. Zo, en als dit goed gemengd is, dan zet je dat gewoon een nachtje in de ijskast. En morgen zijn de chiazaadjes zo geweld dat je eigenlijk een soort van chocomousse of chocoladepudding hebt. En na een nachtje wellen ziet het er zo uit. Beetje lobbig en vaster. Kijk. Zo. Ik doe er bij deze een beetje zelfgemaakte chocoladegranola over. Gewoon zo. Dan ziet het er nog lekkerder uit. Natuurlijk kan je deze ook als ontbijt nemen. Of je kan er eentje maken met de cacao matcha. Dan heb je nog de genezende effecten van de groene thee erbij. En dan ben ik benieuwd wat jouw favoriete prestatiedrankje is. Laat je commentaar achter onder dit YouTube-filmpje. De meest originele beloon ik met een pot. En verder hoop ik dat je ons een duimpje geeft en eens langskomt op de social media kanalen. Op Facebook, op de besloten Facebookpagina Martien Minuutjes, op Instagram of op mijn site. En dan rest me alleen maar om te zeggen, smakelijk eten en see you soon. Daarnaast stimuleert de guarana ook het weet ik niet meer. Nu is het zo dat die guarana komt eigenlijk van de Indianen, maar we weten ook dat alles wat van Zuid-Amerika en daar komt, dat die veel energie hebben en dat die lang kunnen doorgaan met sporten. En dat is allemaal bullshit, want dat had ik er juist moeten zeggen. Fuck. We houden dan even dat libido terzijde. Want anders zijn we niet aan het blokken, hè. Ik ga nog veel filmpjes opnemen. Hè? Ook eens proeven. Wanneer je die knak hoort, dat was mijn kaak. Ja, dat is echt lekker. Dat is echt lekker.